Volgens mij zijn er heel wat aandacht morgen als in de opstoet van komende zondag. Want daar zal er wel aandacht uitzien, denk ik. Romano is zijn eigen ook helemaal opgedost deze week. Maar of dat voor de carnaval is, ik weet het niet. Dit is fun! Dit is lauzen! Dit is fun! Dit is lauzen! Dit is fun! Yeah, ik zei vandaag niet de Romano, maar ik zei een boy wondert. Maar ik zei vandaag bij Frankie. Die wonderboys van hem. Zullen we eens even gaan kijken, meisjes? Ik zie jullie zo wel voor de deur. Dan gaan we nou naar binnen, meisjes. Jongen, wat is deze na toch? Ja, wie is hier nou? Wie is hier? Frankie? Is hij Frankie? Is Frankie er niet? Zeg ik hier helemaal van niks gekomen? Ik wou komen solliciteren bij Frankie als wonderboy. Frankie en de Wonderboys is eigenlijk al een band met een geschiedenis. Ja, wij zijn nou zeker dikke 5 jaar samen. Nou, wij zijn alleen de Wonderboys overigens. Frankie is er vandoor. Die heeft een keer onze kast leeggehaald en die is met de Noorderzon vertrokken. Nou, een mooi figuur dan hier Frankie. Hè? Grap, maar die kunnen ook niet vertrouwen in die. Maar jullie hebben zoiets, wij blijven lekker muziek maken, dan komt er ook weer wat geld in die kas. Lekker veel optreden en zo. Ja, het is meer veel optreden als veel geld inhouden. Hebben jullie ook verder iets uitgebracht op plaat of cd of zo? Wel. Kijk, hij tovert hier gewoon één tevoorschijn. In de rommel. Niet de minste natuurlijk, hè. En een heel mooie achterkant. Niet vergeten. Dat is wel het mooiste wilde schreef. Waar komen ze goed? Nou, het zijn 6 nummertjes. Dat is eigenlijk een beetje onze demo cd. Dat is een mooi schijfje inderdaad. Dat is mooi, hè? En dat is ook verkrijgbaar bij de platenzaak of via website? Of... Ja, je kunt inderdaad via website bestellen. Maar daar weet ik zo even het adres niet meer van. Het is een externe bedrijf gewoon. Maar je kunt ook gewoon natuurlijk via onze website bestellen. En dat is www.frankieandthewonderboys.nl. Ja, ik zou zeggen, check het uit. En dan komt dat wel goed. Shirts, girlies, van alles wat. Ja. Stickers. Stickers binnenkort ook, inderdaad. Hemd gelijk. Ja, ik ben helemaal een beetje verbaasd hier. Het is echt Wonderboys. Of dat nou echt ook zo'n wonderbaarlijk bandje is, dan ben ik dan wel eens benieuwd. Misschien is deze dan wel het 8e wereldwonder of zoiets. Misschien. We kunnen direct al gaan heuren. Dat is een stukje heuren. Nou jongens, dat was rock en roll, hè? Of mag ik dat zo niet zeggen? Hoe omschrijven die muziek eigenlijk? Ja, als je moet naam hebben, dan is het hardcore rock en roll, maar de ene keer is echt punk rock, de andere is het weer gewoon hardcore.
Wij zeggen hardcore rock'n'roll. Waar zijn jullie binnenkort te zien? Eerste show 26 februari in Asterheusden. Tweede show 3 maart 013, Emergenza gebeuren. In de 11 maart Gouden Leeuw in Doengen. Volgens mij is die tent voor jullie open, of niet? Ja, dat kan best, ja. Yeah. Nou, het zit Gouden Leeuw. Frans, opa Frans, jongen. Dat is kroegske voor hem, jongen. En een melkman mee. Ja, die zat ook niet thuis op visite, maar krijgen ze tenminste iets mee naar het café. Niemand weet wat de eerste Gouden Leeuw. Waar is het dan? In Doengen. In Doengen. Waar is Doengen? Doengen City. Waar is Doengen dan? Hey. 25 mei natuurlijk, Hemelvaartsdag. Wat is het? Ik ben de naam vergeten, in ieder geval in de Hall of Fame. Dan gaan we weer klappen natuurlijk hier in Tilburg. Ah, is te vet toch, Frenkie en de Wonderboys. Nog iemand waarvan, nou ben ik op tv, deze is een kans om wat te zeggen. Maar ik vind hem wel een beetje stille Wonderboy, hè. Ja. Kijk, hij nog wat te vertellen, nee, gewoon. Ja, ik wil zijn oma de groeten doen. En mijn ooms en tantes. En ja, dat vond ik wel fijn om even te mogen zeggen. Dus wij maken gewoon meestal blij, dat maakt allemaal niet uit. Maar ook voor de meesten thuis. Als ik nou zeg, ik wil eigenlijk onze Jan, of onze Peter die zit in een bandje, of onze Wesley die zingt een beetje. Die kunnen gewoon opgeven. Moet je gewoon even naar watnouwtv.nl gaan en dan kunnen gewoon even mailen, weet het niet. Ik bedoel, dat kan allemaal, maakt allemaal niet uit. Hier.